side of Satan. What do you want from me? You never told me the better I'd meant to be. Yeah, over to it, don't tell me you feel it. Stop your bitching and fight your way through it. I'm not like you, I just fuck up. Come on, motherfucker, everybody has to die. Come on, motherfucker, kleine prinses. Die giftige klimop heb ik uit een middeleeuws boek. Die draak heeft een mensgezicht. Het lijkt me enger. Ja, dat lijkt mij ook. Vind je hem goed? Goed? Ik vind hem geweldig. Is toch prachtig? Nou, ik zou hem niet willen hebben. Waarom niet? Ik heb liever een kleintje. Je hebt toestemming van je ouders nodig. Een piepkleintje tussen mijn tenen. Volgens mij, lieverd. Ooit zal ik ook zulke tatoeages hebben. Littekens maken doet heel veel pijn, meisje. Ik weet dat pijn is. Nou, waarom dan? Omdat ik verantwoordelijk voor je ben. Ja, dat snap ik. Maar dat je mijn vader bent, maakt je nog niet de eigenaar van mijn lichaam. Ben ik een ouderwetse vader? Je hebt toch een redelijke mate van vrijheid om te doen wat je wil met je lichaam. Ik ben hier om jou te beschermen, niet om de baas over je te spelen. Maar als Henk, of wie dan ook, jou iets wil aandoen wat jij niet wilt of wat ik niet toesta,
Of het nou om een tatoeage, onvrijwillige seks of handtastelijkheid gaat, dan zal ik hem laten opsporen en opsluiten. Einde discussie. Dit is een bijeenkomst, een informatiemiddag eigenlijk over de Rome-reis. Uit de oude commissie is aangegeven dat er een beetje boek aan was. Hallo. Hoi, sorry dat ik te laat ben, maar ik kon het niet vinden. Jongens, dit is jullie nieuwe klasgenoot. Hoe heet je? Mohammed. Maar mijn vrienden noemen me Momo. Zoek maar een plekje. Dan even nog een mededeling over mevrouw Jongejans, Engels. Ja, dan moet ik, dat is even belangrijk, mag ik niet vergeten. Nou, mevrouw Jongen had zwanger. Vanmiddag was ze hier op school, maar dat ging niet helemaal goed met haar. En nu is ze weggegaan, die is meteen naar het ziekenhuis. En nu blijkt dat ze niet meer terugkomt op school. Het is niet heel ernstig, maar wel geadviseerd om voldoende rust te nemen. Dus dat heeft gevolgen voor... Wat is er, mama? Niks, ik wil gewoon ergens anders zitten. Ja, ga je gaan. Wacht even, ik vind wel dat ik het recht heb om te weten waarom mijn klasgenoot niet naast mij wil zitten. Mama, zou je alsjeblieft willen vertellen waarom je niet naast Marlijn wilt zitten? Ik wil gewoon ergens anders zitten. Nou, Marlijn, mama wil gewoon ergens anders zitten. Leg je er maar mee. Ja, maar dat is discriminatie en het is jouw taak om dat tegen te gaan naar school. Het zou anders zijn als ik niet naast hem zou willen zitten. Ga terug naar je kerker, creep. Nou, kom nu maar eens met een goede reden waarom je niet naast Nina wilt zitten. Ja, kijk dan naar haar. Marlijn, terug naar je tafel. Ik ga ergens anders zitten, net zoals mogelijk. Terug naar je tafel, Marlijn, en ga naast Dina zitten. Nu laat je ons denken dat je zelf discrimineert. Of ben je gewoon bang? Mevrouw Jongejans. Hartstikke zwanger, hebben we allemaal kunnen zien, maar nog niet hoogzwanger. Maar dan was ze vanmiddag op school. Mam? Jo? Tijd voor een douche. Zou ik maar niet doen. Van Luin zit naar je te kijken vanuit zijn raam. Oh ja, en waarom zie ik dan niks, creep? Omdat ik tegen je lieg, sukkel. Vandaag is je geluksdag. Ik ben Nina Satana, aanbidder van Satan en zijn dolende ziel. Whatever. Socrates, de filosoof met de wetenschap. Onwetendheid is de bron van alle kwaad, hè? Want dat was de kern waar we het over hadden vorige keer. Ja, de kern van Socrates was... Rot op, freak! Meneer, wordt aangevallen door een zombie. Protest. Mijn uiterlijk is een vorm van zelfexpressie. Ja, Nina, dat weten we. Goed, wat we weten van Socrates is de schoon via Plato. Plato, dat is de filosofie die we daar gaan. Yeah.
hand, lieverd. Hoe was het op school vandaag? Dingen geleerd die ik al lang wist. We hebben een nieuwe jongen in de klas, Momo. Die hebben ze helemaal in elkaar geslagen. Momo, een aardige jongen. Vraag anders een keer of hij gezellig op bezoek komt. Hij is niet echt iemand die gezellig op bezoek komt. But I'm not shaped for sportive tricks, nor made to court an amorous looking glass. I, that am rudely stamped and want love majesty, to strut before a wanting ambling nymph. I, that am curled of this fair proportion, cheated of future by resembling nature, deformed, unfinished, sent before my time to this breathing world, scars half made up, and that so lamely and unfashionable that dorks bark at me as I howl by them? Ja, het is heel goed, Momo. Theater wordt gebouwd op taal. Nou, sorry hoor, maar dat is echt niet waar. Er zijn genoeg vormen van theater die geen woorden nodig hebben. Oh ja. Het Buddha-theater uit Japan. Een hand opsteken betekent daar een besluit nemen. En zonder woorden hadden zij een hele voorstelling. Nou goed, vertel ons dan maar een verhaal. Ik bedoel, laat me zien. Dank je. Maar wat ik niet cool vind, is dat je het zogenaamd voor me gaat opnemen. Wat bedoel je? Ik red hem zelf wel. Zo, en Nina heeft een nieuw aapje. Zou hem niet aan het lijntje doen? Heks? Oeh. Fucking creep. Ga mee een ijsje eten. Oké. Is dat je grootste wens? Mijn hele lichaam vol met onzichtbare littekens. Vind je zeker gestoord? Nee. Heel mooi eigenlijk. Natuurlijk zijn ze mooi. Niet de tattoos. Maar het lijden voor schoonheid. Dat is kunst.
ik heel even in jullie tassen kijken? Hoezo? Als je niet meewerkt, dan moet ik de politie bellen. Maar waarom dan? Ik heb nog niks verkeerds gedaan. Nou, ik ben 1,5 verkeerd. Nou, dan... ga ik de politie bellen. Hey Erik. We zijn opgesloten in de ABC boekenwinkel. En we worden beschuldigd van winkeldiefstal. Opgesloten? Onzin natuurlijk. Maar ben je niet op school dan? Nee, ik zit niet op school. We zijn een ijsje gaan eten. Jij gaat gewoon een ijsje eten, terwijl je... Pap, ik kan u niet praten, oké? Okay? Kom dan maar gewoon hierheen. Ik heb een advocaat nodig. Okay. Dank je. Dat is toch nooit gevonden. Het is zo dom, Nina. Maak je niet zo druk. Erik is zo hier, dan zeg ik dat het me spijt en dan komt alles... Ik zeg sorry tegen mij. Oké. Sorry. Ga rot toch op met je sorry. Twee kinderen onterecht opsluiten in zo'n kleine ruimte had dramatisch kunnen aflopen. Zeker in het geval van mijn dochter. Ze heeft ernstige psychische problemen, het gevolg van een recent trauma. Waarbij angst voor opsluiting in combinatie met paniekaanvallen voor hartproblemen kan zorgen. Zeg, wat is het telefoonnummer van jouw vader? Hoezo? Waarom moet u die jongen zijn vader bellen? Nee, ik heb het boek gestolen. Spijt me. Kunnen we nu gaan? Ik kan naar huis. Ik ben Nina's vader, Erik. Daar verderop is het oké. Kom eens bij ons langs. Ja, dat zal ik doen. Dank u wel, meneer. Erik. Zeg maar Erik. Hoe is Najib? Hij is in Najib, hij is. Kom je levens? Vind je? Heb je koran? Daar. Vind je mama? Salam alaikum. Ja, alaikum salam. Kijk er mama. Levens, gezellig en goed. Hé, wat heb je geleerd vandaag? De mra, hel ik het met haar, maar ik ga het haar lezen. واش تشم تذكر في القران؟ لا ولكن هكذا كيدار. شنو عملتي؟ لا لا اش واخا الله يهنيك. اش باقي ما سليتيش؟ يومين غادي يصلي في البيت ديالي. ما كاينش صلاه في البيت. لبس صباطك وزيد معايا. الصلاه بالقلب اللي كيخلي الصلاه مقبوله عند الله. الواليد الصلاه مشي لها البلاصه. الاولاد خصهم يحترموا الوالدين ويسمعوا لهم باش يوصلوا للنور الحكمه. ما كاينش اب كبر من الله سبحانه وتعالى. هو كيحكمنا الجميع وكيحكم صلاتنا. We'll be right back.
Heb ik jou ooit geld geweigerd om iets te kopen wat je wilde hebben? Heb je niet alles wat je nodig hebt? Ik zag hem gewoon bladeren door dat boek. Hij wilde het zo graag hebben. Omdat ik hem gewoon wilde verrassen als een soort goochelaar. Mensen die denken dat stelen een goocheldruk is, die belanden achter tralies, geloof me. Heb je geen spijt van wat je gedaan hebt? Als je wist hoeveel het me spijt, zou niet zo schreeuwen. Weet je dat we dat boek hebben thuis? Echt? Waar gaat het over? Ik heb het nooit gelezen. Dan probeer jij het als je wil. Nou, lekker slapen. Hm? Rustig. Hier, en jij? Ik woon in Eiburg. Ja, dat weet ik, maar wat doe je hier? Ben je verdwaald? Nee. Wil je anders komen eten? Is goed. Dat is mijn broertje Najib. Ah, mama, en Najib is weg, maar hij ja. Mam, dit is Nina. Waar heb ik haar, mama? Je is een hipte. Melody. Welo. Hi Nina, leuk om jou te ontmoeten. Ik ben Luzna, zeg maar Loes. Joes, leuk je te ontmoeten. Hé, hey, Najib, Ajlina. Ajlina, Salim. Salim. Nina, raya sahib tchok. Katschlaar. Fawoldi, mishi kushi bhal bhal. Walikin khasik tkun m'addib. Wajh bghiti tgul alik ran taqli l'hiyam. Yalla, yalla, Salim. Salam, Najib. Mooi, Sandy. Hoe noem je dat? Ravioli. Oh, ik dacht dat het een Arabisch gerecht was. Nee, jouw moeder koopt misschien in een winkel, maar ik maak zelf. Mijn moeder is overleden toen ik 10 was. Oh, oh. Sorry, schatje. Jij moet heel dun. Heel dun, dun, dun. Ja, goed, heel goed. Een beetje zout. Wacht, ja, bismillah. Bismillah. Het heet echt verrukkelijk. Ja? Kook jij wel eens op doel? Nee, kook niet. Kookt jouw vader? Ja, mijn vader is een geweldige kok. Ja? Echt waar? Hebben jullie een restaurant of zo? Nee, hij is advocaat. Bakilah tezame. En draagt hij hetzelfde kleren als jij na zijn werk? Nee, meer zoals jij. Ja. Min of meer. En mijn uiterlijk is een vorm van zelfexpressie. Het hamara blaras. Echt waar? En wat is dat dan? Ila met lek die tente het zelfexpressie. Safi, gelin het kilmo Hollandia. Safi, baraka alina. Lekker eten. Ik aanbid Satan.
هذه من علامات الساعة. منين الشباب ولا وي عبدو الشيطان؟ وتسعي عبدو؟ إلا ولا تعيط لي عبدو حتى نصرفقها. وخلي أبا هي الضيفة ديالنا. حتى أنت كتعيط لباها بسميتو؟ إيه. شفتي دابا؟ أنا قلت هادك مرة أخرى يبغيني نلعب معاها الفوتبال. فوتبال يا فوتبال مانا براتا التيت فان فوتبال 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 عفاك الحبيب خلينا نتكلموا بالهولنديه راه ماشي من الادب تكلم لغه اخرى كيما بغى الحال راه هي الضيفه ديالنا صافي ما يفتح عليا حتى واحد شنو ندير في داري سوري داك تسيخ مار اتس بيست اونغيزونت اون مان تافل تو شريوه سليخت فور سبايسفورتيرينغ تا اخرك نموت لون عبدو خنوخ يا هيكس من الشاطر عمل هاوس هاوس ايه يا ولاد السيلفا بالليفتس سوري تيمور May the force be with you, my friend. Waar wachten we eigenlijk op? Op beëengeving. عمرك حال ما كيلوني طريقة باش تمشى تفتني وهادشي عمري شفت في حياتي واش عارفة؟ اش هاد شمس الكحلة؟ وهي نزلة في حال سحابة كتفكرني بيك وكتنور حياتي Mooi. Waar gaat het over? Thank you.
Hey, Nina. Hoe was het op school vandaag? Ik ben niet naar school geweest vandaag, Erik. Ik weet niet waarom, maar ik heb geen zin om te liegen. Je bent geweldig, ja. Ik hou van je. Ik ook van jou, pap. Hey. Hey. Waarom voelde je stand vandaag? Dat ga ik niet zeggen. Laat me. Ik weet het al. Weet ervan niet? Oké. Weet het? Maar als ik het weet. Dan mag je mijn ketting hebben. En als je het niet weet?
Kom, het is goed. Nee, het is goed, het is goed. Kom. Wat wil je laten worden? Ik word dichter. Oh. Het is niet de manier om dichter te worden. Hoe weet jij dat? Jij hebt geen dichter. Dichters gebruiken woorden. Ik zal praten met stenen. Ik zou willen dat ik later jouw poëzie aan mijn vrienden kan laten zien en zeggen: Mohammed, mijn meest briljante leerling. Ik heb altijd al geweten dat hij het zou maken. Dank je. Het spijt me. Het spijt me echt. Zeg dat maar tegen Merlijn. Naar mij? Later. Zit hoe jij vrienden maakt. Hoe zit het met je feestje vanavond? Dat ga ik vieren met mijn vrienden. Misschien moet jij bij die van jou blijven. Denk je? Is die wat te groot? Ja, ik dacht, er komen vast nog meer mensen. Weet je zeker dat je alleen Momo wilt uitnodigen? Hoe laat komt hij? Momo komt niet. Er komt helemaal niemand en er is geen feestje. Als je cadeautjes voor me hebt, kun je ze voor mijn kamer achterlaten. Het is mijn 16e verjaardag en die vier ik zoals ik het wil in mijn kamer alleen. Discussie gesloten. Het spijt me. Ik vind dat je het haar moet vertellen. Weet je nog dat je zo moest huilen toen mama er ineens niet meer was? We hebben elkaar toen beloofd om dapper te zijn en niet te huilen. Als een van ons zijn tranen niet kon inhouden, dan zouden we elkaars hand vastpakken. En zeggen, we huilen niet. En? Werkte dat? Ja. Jij was het stoerste kind dat ik ooit gezien heb. Er is gewoon iets gebeurd vandaag, Erik, maar ik huil niet. Misschien wel als je gehoord hebt wat ik je te vertellen heb. Nina, ik heb kanker. Ik heb niet zo lang meer.
dan? Zwart heb ik nog niet eerder zo kleurrijk meegemaakt. De manier waarop je voorbeweegt is stralend, nog niet eerder zo ervaren. Weet je, zwarte zonnestralen door een wolkendek neerdalen. Ze verlichten mijn dag. Laat de verschillen botsen, om vervolgens vol trots te breken. In ontelbare stukjes. We rapen ze op in palafijnen en weg ermee. Waarover we wandelen en dan weer rennen. Zolang we met z'n tweeën zijn, loop ik met je mee. Momo? Ik was bijna vergeten hoe mooi je bent. Gefeliciteerd, liefje. Ik ben Nina Satana, aanbidder van Satan en zijn dolende ziel. Gefeliciteerd.